Goedemiddag weer vanuit Wageningen. We zijn nu in gesprek en op bezoek bij juffrouw Jennifer. Ja, mevrouw. Juf van welke klas? Ik ben leerkracht van leerjaar 4, dat is de tweede klas. Ik ben verbonden aan de OSB Wageningen. Ja. Oké, op dit moment hebben we in het dorp geen school vanwege de rookontwikkelingen in het dorp. Ja. Voor hoe lang het zal duren, weet ik zelfs niet, omdat ik ook afhankelijk ben van wat de leiding zegt. En omgekeerd is de leiding ook afhankelijk van wat de mensen van daarboven zeggen. Ja. Dus we hebben nog geen beeld van wat het zal worden. Maar we duimen dat het spoedig weer normaal wordt. Want op die manier lopen we persoonlijke achterstand op. Ja. Hoe lang is de school aan gesloten? De school is al een week, of nog 2 weken gesloten. Dus ja, en we hebben tot nu toe nog niet echt een bericht gehad. Oké, we hebben de afgelopen dagen een berichtje gekregen dat we tot en met maandag gesloten zijn. Mm-hmm. Tot vrijdag gesloten zijn, dus als we maandag starten, is nog een vraag. Oké, want we hebben net eventjes gesproken en je zei iets heel moois. Je zegt gezondheidswijs gaan we in latere periode gaan we waarschijnlijk klachten krijgen. Dat is sowieso een punt. Waar men niet bij stilstaat is dat de gevolgen van deze rookontwikkeling niet voor nu merkbaar zullen zijn. Oké, mensen met aandoeningen, daar zal je het wel merken. Maar op een iets latere leeftijd gaat dit zich ontwikkelen. En over een x-aantal jaren, wanneer we oudjes, misschien ben ik, zit ik er ook zelfs in. Mm-hmm. Wanneer we over een x-aantal jaren sterven, mysterieus sterven aan een bepaalde aandoening. Denk aan longkanker en dat soort dingen die gerelateerd zijn aan rookontwikkelingen. Dan kan men terug refereren naar deze periode. Ja. Want het kan een gevolg hier gaan zijn. Ja, want hoe lang is het nu al? 6 weken? Zo? Het is nu om en bij 6 weken dat we onder deze omstandigheden leven. En het erge van alles is, voor mij, trouwens, mijn mening, ik weet niet als de rest zich daarbij aansluit, maar ik vind dat we letterlijk een verschillende stadje zijn. Het is niet de eerste keer dat we hiermee te kampen hebben. Ook een x-aantal jaren terug was het wel zo geval. 2019? Nee, maar het was niet zo laat. Ja. En ook niet zo heftig. Voorheen hadden we te kampen met heel veel water, heel veel inwoners hadden heel veel schade daarbij geleden. En moesten weer opnieuw starten, hun huis houden. Nu hebben we nu weer ook rook. Niet alleen de mensen hebben er last van, maar ook de dieren. Oké. Dan denk ik aan de mensen die kippen telen. Hoe staat het met de mensen die bijvoorbeeld op kleinschalige wijze slagkippen telen om die te verkopen, om hun hoofd daarmee boven water te houden? Hoe staat het met die mensen? Die mensen lijden sowieso een vrees om aan die kippen die rook ook niet aan kunnen. Ja. Kippen sterven, er is weinig eiproductie. Hoe beginnen die mensen? En er is niemand die zegt van die mensen worden ondersteund. Maar de rookontwikkeling is nu wat minder. Het is nu wat minder, ja. Dat mogen we wel toejuichen dat het wat minder is. En laten we hopen dat het met de dagen veel beter zal worden. Er wordt ook wel gewerkt, de gemeenschap op zichzelf. Ik vind het tof van ze, vooral de resortsraadleden. Ze hebben als het ware alles dat ze in zich hadden of alle equipment die ze hadden, hebben ze geprobeerd om dit onder de aandacht te brengen van de mensen. Ja. Die hiervoor als het ware een beslissing zouden moeten nemen. Ik vind de Wageningse gemeenschap super alert wat dit betreft. Ze komen ten alle tijde altijd op voor hun rechten. Mm-hmm. En ze weten altijd een oplossing te brengen voor zaken als het niet goed gaat in Wageningen. En ook, wat ik ook van ze vind, ze blijven niet aan de kant staan. Nee. Als er gewerkt moet worden, wordt er met man en macht en wordt er samen gewerkt. Het is gewoon top van de Wageningse gemeenschap. We moeten het gewoon zo door blijven houden en een eenheid blijven behouden. Maar waar we voor moeten waken,
is dat we niet misleid worden. Misleid? Ja. Want men kan er misbruik van gaan maken. De rookontwikkelingen zijn er nu en je weet maar nooit wat de volgende stap zal zijn. Ja. Hoe bedoel je misleid in welke zin? Hoe moet ik het zeggen? Ik hoop dat we niet van het kastje naar het muur worden gestuurd. Mm-hmm. Want we moeten eigenlijk weten hoe het kan. Ja, wat is de oorzaak geweest? En hoe kunnen we het voorkomen, bijvoorbeeld? En hoe kunnen we het voorkomen? Want er moet echt een duurzame oplossing hiervoor komen. Want het moet niet zo zijn dat we hierna weer geholpen worden. En volgend jaar wordt er weer een brand gestoken. En dan zitten we weer in dezelfde buurt. Dus er zou een duurzame oplossing hiervoor moeten komen. Dus vandaar dat ik zeg, we moeten ervoor waken dat we niet worden misleid. Ja, want u weet natuurlijk, Canada, Australië hebben ook heel veel bosbranden. Ja, dat komt ook door de klimaatsverandering. Juist, ja. Ja, daar hebben we ook het hoofd over gebogen. Maar bij mij gaat het erom, wat is de aanpak? Er moet een plan van aanpak zijn om dit te voorkomen. Want sowieso gaan we ons niet steeds aan dezelfde steen stoten. We hebben het een paar jaren terug gehad, we hebben het nu weer gehad. Dus we moeten werken naar een plan. Ja. Een plan om dit te voorkomen. En oké, dat gebied staat nu in brand. Dat wil zeggen dat gebied komt dan een, hoe moet ik het zeggen, dat wordt dan gewoon een open plekje daar. Ja, wat gebeurt er met het gebied? Ja. Wat kan dat gebied daarna, nu dat het in brand is, nu dat het in brand staat en nu dat het ook zoveel negatieve gevolgen voor de Wageningers met zich heeft meegebracht, wat kan dat gebied voor ons kunnen betekenen hierna? Ja, want is het aangestoken, Libel? Dat kan ik niet zeggen, omdat dus de factoren liggen verspreid. Het kan liggen aan de natuur, het kan liggen aan de mens. Ja. Dus we kunnen niet echt aangeven. En dat zijn de vragen die eigenlijk beantwoord moeten worden. Dus er zouden eigenlijk deskundigen op de plek moeten gaan om het juist te gaan onderzoeken, om ons een concrete antwoord te geven, zodat wij kunnen werken om dit te voorkomen. Ja. Want zou het zo zijn dat het is aangestoken, kunnen wij als gemeenschap, of kan de regering met een of ander protocol komen, brandstichten geschiet niet zomaar, of als je wilt gaan verkavelen, ga je niet zomaar een plekje in brand steken, ga je onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden moeten doen. In feite zou zoiets moeten gebeuren, want op die manier alleen kunnen we weten van het is door zo iemand aangestoken en kunnen we terug refereren naar de persoon, maar die kunnen we niemand aanwijzen. Nee. Maar toen wij onderweg reden hier naartoe, in Kroni heb je op verschillende plekken dat er brand is aangestoken. Het is ook aangestoken, ik denk door overheid, om het daar een beetje dingen te verbranden. Misschien kan. Oké, wat ik weet, om te gaan verkavelen moet je juist gaan verbranden. Ja. De rijstboeren moeten gaan verbranden voor hun verwerkingsproces. Ja. Toch? Maar de rijstarealen liggen gunstig. Die liggen letterlijk in een onbewoond gebied. Dus zoveel last zou het niet hebben als het ging om een landbouwproces. Dus we moeten echt gaan weten wat zich daar eigenlijk afspeelt. Waarom staat het gebied in brand? Want in dat gebied bevinden zich ook jagers en vissers. We weten dan nog niet als zij gerelateerd daaraan kunnen zijn. Maar dus, dat zeg ik, er moeten wetten en regels komen om dit soort dingen te voorkomen. Ja. Want dit soort dingen gebeuren niet alleen eens op Wageningen, maar je merkt dat het in het gehele westelijk deel van Suriname gebeurt. Oké, omdat wij reis delen. Dus er worden vaker kabels afgebrand voor de grondbewerking. Iemand zegt hier, ik weet niet wat ze zegt, het is niet door de natuur. En waarom beschermen we mensen? Wie bedoel je, Melodus, Niels? Wie bescherm ik? Want ik weet die vraag. Wie. Dus als je iets weet, let ons nou eens. Fimal zegt, zoek hij, hoe staat het met muskieten? Is het ook verminderd door de rook? Om eerlijk te zijn, vanwege de rook zijn we overwegend binnen. Oh ja. En om je te beschermen tegen de rook, doe je alles pot dicht. Dus de muskieten gaan sowieso niet. Ze krijgen geen kans om binnen te komen. En wat wij weten is, de rook houdt muskieten tegen. Dus ik denk niet dat er muskieten zullen zijn. Nee. Maar niet dat we mensen beschermen, gaan mensen ook niet zomaar, we gaan niet zomaar een vinger aanwijzen. We gaan geen namen noemen als we niet eens weten. Ja, exactly. We moeten eigenlijk deskundig zijn om dat gebied te gaan verklaren. Absoluut. Hoe het is gebeurd. Ja.
Anders doen we een sensatie. Hoe staat het met, van volksgezondheid uit hebben we genomen, dus dat een aantal mensen hebben aangemeld met ademhalingsproblemen. Misschien zou je dat daarover kunnen vertellen, want ik heb begrepen dat vanuit de stad van Nevelaars heeft gestuurd en dat Petro daarna een soort spoedpost is gemaakt. Dat heb ik ook vernomen, achterwand dat heb ik ook daar gelezen in het nieuws, dat er een beetje is gewerkt aan soepele zorg voor de gemeenschap, vanwege deze omstandigheden. Maar dan vraag ik mezelf weer af, of zeg ik zelf heel luid, denk ik zelf heel luid na, moest er eerst rook komen voordat er vernevelaars middelen zijn gestuurd om de gemeenschap van dienst te zijn? Moet er eerst iets gebeuren voordat er een Wageningen wordt gedaan? Mm-hmm. En we weten best wel dat landelijk de gezondheidszorg echt te wensen valt. Hè? En we weten ook hoe het is met de burgers. Niet ieder beschikt over een kelder of een gezondheidspasje. Dat kan ook een obstakel zijn voor de mensen die bijvoorbeeld met spoed naar de dokter moeten. Mm-hmm. En wat men ook in acht moet nemen, inderdaad, het ziekenhuis is voorzien van bepaalde equipments om de mensen te monitoren. Dat vind ik top van de regering of van het ministerie van Gezondheidszorg. Maar mijn vraag is, waarom zou het nu pas moeten geschieden? Nu dat, dat we echt moet ik het zeggen, dat we bijna aan het verdrinken zijn. Waarom heeft men niet eerder naar Wageningen gekeken qua gezondheid? Want allang zitten we echt diep in qua de gezondheid van Wageningen. Ja. Dus een tijdje speelde zich het verhaal in de nieuws dat het ziekenhuis wel of niet gesloten zou worden. Dus ik zeg dus, is het pas omdat er rook is dat men echt een aandacht heeft geschonken aan de gezondheidszorg van Wageningen? Voorheen hadden we het ook echt moeilijk qua gezondheidszorg. We moesten gaan afreizen om de artsen te bezoeken. En ik was vorig jaar hier nog ook bij het ziekenhuis. Toen waren er ook inderdaad issues klachten. Het inderdaad. Ja. Maar hoe hebben jullie geïnteresseerd? Is het al bijna 6 weken? Ja, 6 weken, 6 weken. Hoe hebben jullie dan weer een leven? Hoe hebben jullie aangepast? De eerste dagen, voor mij persoonlijk, de eerste dagen was het heel moeilijk. Omdat je het niet gewend bent. Hey. Voor mij persoonlijk, ik heb een kleine die ook astmatisch is. Mm-hmm. En ik wist op een gegeven moment persoonlijk geraakt. Ik dacht, moet ik eruit? Maar als ik eruit ga, heb ik het een en ander hier thuis die ook mijn zorg nodig heeft. Dus ik dacht van, ga ik zitten met die kleine? Maar ja, van de kinderen gesproken en zo. De essentie van binnen blijven uitgelegd, dus ze kiezen toch ervoor om toch even binnen te zijn en ze weten nu ook hoe schadelijk die rook kan zijn. En ja, gelukkig heeft nog geen dag last gehad van de rook. En, we zorgen ervoor dat we gereed staan en dat we klaarstaan voor het in geval er iets mag gebeuren. Dat je zo je tas kan pakken en weg kan rijden. En het immuunsysteem blijven we gewoon aansterken door gezond te gaan eten en zoveel mogelijk die rook te vermijden. Want je zei ook dat er in het huis gewoon, we spraken net een zuster op straat, en die zei je ligt gewoon in je huis en je ziet gewoon de rook in je hele woning. Ja, dat klopt. Ja, de woningen van Wageningen zijn namelijk ook zo gebouwd. Meestal ligt er ergens een plekje waar de lucht in kan en vandaar door de spleten kom die rook naar binnen. Je kan die rook niet buiten je huis houden, dat is standaard. Maar ja, je kan hem wel vermijden en hem verminderen door minder naar buiten te gaan en gewoon iets wat dikker gordijnen bij het raam te doen. En dan denk ik dat hij iets minder binnenkomt. Okay. Want trouwens, dat heb ik toegepast en ja. Hij kwam niet dan naar binnen. En in de regering DNA sprak ze over mogelijke evacuatie. Hoe denken jullie daarover? Zijn er mensen bereid om weg te gaan? De mensen, de DNA praat over mogelijke evacuatie. Maar wat is hun inzet daarbij? Wat hebben zij ons aan te bieden om te gaan evacueren? Je moet weten, als die mensen gaan evacueren, moeten ze dus als het ware onderdak gaan zoeken bij iemand anders. Mm-hmm. En
als we letten op de situatie in het land in deze tijd, ga je niet intrekken bij een oom, een neef, een nicht, een broer of een zus. Nee. Het is een dubbele uitgave, want je gaat daar ook moeten uitgeven. Ja. En ja, die mensen letten op hun centjes. En ook om te gaan evacueren, moet je geld hebben om te gaan evacueren. Want je gaat toch niet gratis naar de plek toe, je moet gaan afreizen. En hoe doe je met de dieren? En hoe doe je met de dieren die je thuis hebt? Dan moet je die dieren ook gaan evacueren. Dus, en, ja. Maar ook niet iedereen heeft, want je noemde net dikke gordijnen. Ook niet iedereen heeft dikke gordijnen. Dus ja. Dikke gordijnen geld. Ja, precies. Dus wat dat kun je doen? Hè? Dus een, ja. En ik denk dat met dat soort dingen, dat als het ware, de mensen van de DNA, met dat soort dingen zouden gaan kunnen, beter zouden kunnen spelen. Om liever ons een, iets toe te reiken, dan aan de kant staan en een advies geven, gaat ons helemaal niet helpen. Want als je ons maar zegt, ga evacueren. Trouwens, als je mij zegt, ga evacueren, ga ik je vragen, wat is jouw... Wat ga je doen? Wat is jouw inzet daarbij? Hoe ga je me helpen om te evacueren? Zo ga je die mensen niet laten evacueren. Die mensen hebben een leven hier. Die mensen hebben een huis hier. En de meeste Wageningers kennen we als mensen die telen. Mensen planten zelf, mensen doen aan kleinlandbouw. Dus je kan die mensen niet laten evacueren. Dus. Een dame zegt hier, mevrouw Cairo, ze zei, ik ben het ook niet gewend. Ik kom, om mijn dochtertje ben ik naar de stad. S'avonds is er ook je hele huis vol rook. Dat is kankerverwekkend. Dikke gordijnen helpen ook niet echt bij een ieder, omdat de meeste huizen een goede ventilatie hebben. Evacueren is een dure grap. Maar zij is dus toch weggegaan. Zijn er veel, heeft veel Wageningers die zij hebben gezegd van, ik moet mijn vrouwtje weer leven? Ja, er zijn veel Wageningers die toch zijn weggetrokken, omdat het moet. Hun gezondheid staat op spel. Dus je gaat eerder voor je gezondheid moeten kiezen. Dus je gaat voor je gezondheid. We wel last van je rest, dan denk ik. Maar we zitten nu hier, het is hier ook. Maar ja, man. En het kriebelt in het kriebelt in mijn keel. Het is echt een brander. Ja, en in mijn neus ook. Maar nu, wat we hebben begrepen is dat deze tijdstip, je giel ook echt. Pas in de voorraad van 5 uur, 6 uur, tot in de 8 uur. Gaat het rook blijven liggen. Ja, dat is en als je nu al begint te kriebelen, Gloria. Nee. Je kriebelt de hele avond. Nee. Ik heb de eerste dagen van de rook, heb ik het ook ervaren op school. Ik had letterlijk hoestende kinderen in de klas. Want hoe gaat het met de kinderen? De eerste paar dagen waren, vond ik ze suf. Ik heb er niet echt iets aan, ik heb er niet echt gedacht aan de rook. Ik dacht, waarom zijn ze suf? Maar de eerste paar dagen zag je ze echt suf, hoesten. En ik had er al last van. Ja. Maar ik dacht niet, het is gewoon een griepje. Ik voelde me misselijk door de dag heen. Wilde echt ook de hele dag door overgeven. Maar ja, ik moest aan het werk, mijn kinderen hadden me nodig. Op school merkte ik het ook op. Een leerling vroeg me nog, zei me nog van juffrouw. Het lijkt alsof mijn hele buik in mijn mond wil komen. Toen lachte ik nog erom en toen zei ik, als je buik in je mond komt, dan gaat je mond naar je buik. En dan word je gewoon een omgekeerd mens. En toen zei ik, nee, naar binnen roepen. Ik voel me super misselijk, ik wil overgeven. En hij heeft dat gedaan, ik heb hem toen een beetje geholpen. En daarna mochten we even rustig zitten, want dan kreeg ik een belletje dat we vroeg naar huis gaan. Vanwege de rook. En toen ik thuis ben aangekomen, ben ik zo'n beetje gaan googelen, want ik vond dat ook, dat ik ook datzelfde gevoel had van die jongen. Dus ik dacht, misschien komt het echt door die rook. Dus ik ben even gaan googelen en bleek echt dat het door die rook kwam. Dus wat ik toen ben gaan doen, is gewoon mijn immuunsysteem gaan opboosten om het te doorstaan. Ja, sowieso, niet iedereen is even sterk. Ja, ja. Dus niet iedereen kan hem doorstaan, dus ja. Wat zou ik anders zeggen? De mensen die het niet aankunnen, die zouden best wel een optie moeten zoeken. We spraken net met kolonel Slijngaard en ik heb hem de vraag gesteld of men niet te laat heeft ingegrepen. Hij zegt, misschien, want in 2019 was dit ook al, maar het heeft maar 10 dagen geduurd. Dus wellicht heeft men gedacht dat hetzelfde het zal zijn en daar hebben ze een inschattingsfout in gemaakt, blijkbaar. En ik ben er wel mee eens, maar waar we wel bij stil moeten staan is dat de eerste keer dat het nog niet zo heet was. Dus nu is het extra klopt. Heet, het is true. Veel malen heter. Ja. En het is zo heet dat de grond begint te scheuren.
En het is logisch, als het vuur is, hij blijft, de modder houdt hitte vast. Dus als het vuur is en hij gaat door die scheurtjes heen, gaat hij langer worden vastgehouden door de modder. En ja, ik heb ook gelezen dat de vegetatie daar heel hoog is of heel dik is. Ja, hoe dikker de vegetatie, hoe langer die rook zal blijven aanhouden. Dus het had men had hem eerder moeten aanpakken. Op basis van wat jij zegt, men had het geweten, het is nu heter dan in 2019. Ja. Maar op basis van die informatie. Ik weet het niet, maar ik dacht gewoon, toen ik de rook zo zag, was er maar één ding in mijn mind. Ik dacht gewoon luid op mij en ik zei, waarom maakt men dat gebied, waarom gaat men dat, legt men dat gebied niet onder water? Ja. En als hij onder water ligt, is hij pasta. Wat er daarna gebeurt, zullen we laten voor het ecosysteem om weer te herstellen. Mocht het zijn dat je daar nog iets daar wil gaan beginnen, dan gaan we dat laten voor het ecosysteem. Voor nu zouden we hem best onder water kunnen leggen. Ik neem aan dat we wel voldoende water hebben om hem onder water te leggen. Maar ja. Er zitten veel meer deskundigen, dus die zullen weer een betere weet van zaken hebben. Oké, ja, dus ik moet zeggen, we hebben net een stukje gelopen daar en het is niet te houden en het is nu niet eens zo erg. Je ziet daar wel die mist hangen, ja, daar buiten. Hangt, dan kom ik weer in beeld. En wat zo erg is, de kinderen van Wageningen hebben gewoon om in de middag aan te spelen. Die voelen zich vrij en spelen hun leven uit. Maar je merkt dat het is nu heel stil op Wageningen. De kinderen zie je echt minder buiten. Omdat de meeste weg zijn. En de meeste kunnen niet meer uit vanwege de rook. Je ziet ze niet echt spelen. Maar ja, Wageningen kennen dus zo. Ik denk dat we een aantal kindertjes al zien rondfietsen. Of een aantal kindertjes in de speeltuin gezien. Maar ja, je ziet niet echt. Dus eigenlijk, wat zou je willen zeggen aan die samenleving die eigenlijk geen idee heeft wat er hier gebeurt in Wageningen? We zien wel beelden van verschillende mensen. NCCR is bezig, brandweer is bezig, ze zijn weer begonnen. Wat zou jouw boodschap zijn? Social media zit vol van de beelden op Wageningen. Ja. Het lijkt erop alsof men de beelden verspreidt om paniek uit te zaaien, maar dat is het niet. Nee. De beelden worden meer verspreid uit sympathie. Ja. Omdat die hulpkreet, die roeping om geholpen te worden, proberen we gewoon op alle manieren wat mogelijk is. Hoe sneller de hulp, hoe beter het voor ons is. Want om eerlijk te zijn, dit alles heeft ook een gevolg voor onze jeugd. Mm-hmm. Als ze steeds te kampen hebben met dit soort dingen, als het geen rook is, is het dan water overlast. En wat ik zo gek vind, ik zei dan net nog, om dat gebied onder water te brengen, ja, we hebben een pond daarvoor nodig. Maar ik denk niet dat we echt een pond daarvoor nodig hadden, want toen Wageningen, wat lag helemaal onder water lag, hebben ze door middel van een pomp, binnen een aantal dagen, dat gebied droog gelegd. Dus dan denk ik dat als we die pond naar daar brengen, dat we binnen ook een aantal dagen dat gebied onder water krijgen en dat we die rookontwikkeling kunnen verminderen. Ja. Maar ja, er moeten redenen zijn waarom het niet wordt gedaan en ja. Ik hoorde van meneer Gummels, die zei dat het water zozeer, want ik vroeg me af, kun je niet met waterhelies gaan en zo? Die rook is zo dik, zegt hij, dus dat wordt het wat moeilijker. Maar ze zijn allemaal aan het proberen om wat te doen en ja, ik mag echt hopen dat het hier oplost, heel snel, want het is al te lang. Sowieso heel snel een oplossing komen, want onze productieproces loopt achter. Ja. Het leerproces van de kinderen loopt achter. De kinderen hebben alle hele achterstand. Ja. En ja, de achterstand gaat heel moeilijk zijn om in te halen, want we zitten al reeds op een achterstand van jaren terug en nu hebben we weer een achterstand. Het wordt gewoon ook een beetje te veel voor die arme kinderen. Met de vernieuwingen die zich hebben plaatsgevonden, wordt het ook gewoon een beetje te veel voor die arme kinderen. Dus ja, we moeten nu echt Wageningen onder de aandacht brengen. Wageningen echt in kaart gaan brengen, zodat men misschien iets wat meer aandacht aan Wageningen besteedt. En ja, en dan dat er aan deze dingen gewerkt wordt. Want dit jaar hebben we
volgend jaar moeten we het niet hebben, we moeten eruit gaan leren. Ja. Er moet een oplossing komen dat dit zich niet herhaalt. Want als het zich steeds weer herhaalt, hebben we echt over x aantal jaren mensen met, hoe moet ik het zeggen, geen zwarte longen volgens mij, met gezondheidsproblemen. Dus, en daarom is het denk ik ook belangrijk dat de Wageningen zich blijven kloppen aan die deur bij de DC of bij de districts, hoe noemen ze het hier, de DS'er, wat is een DS'er? Ja, de secretaris of de RR-leden. Zoals ik het ook al eerder zei, de RR-leden van Wageningen, die werken heel hard en ze hebben zich altijd ingezet voor de gemeenschap, als ik het moet zeggen. Ik heb ze zelf mogen ervaren hoe ze zijn omgegaan met deze roodontwikkeling, maar hadden ze de stappen niet ondernomen, zaten we nog steeds erin en had niemand ons opgemerkt. Dus ze trekken wel vaker aan de bel, de districtraad in samenwerking met de RR-leden doet dan, denk ik, ze doen het uiterste best om er wat van te maken. En zoals ik het al zei, de gemeenschap op zichzelf heeft zo'n eenheid om gezamenlijk op te komen als het gaat om belangen. Dat als het gaat om belangen betreft Wageningen. Want ze komen allemaal massaal als je ze oproept. Maar misschien met een oplossingsmodel zelf komen, want er zijn mensen, dus de jagers en vissers, die in het gebied zijn, die weten precies hoe dingen. Misschien zelf met een oplossingsmodel? Ik denk, als ik goed luister naar de gesprekken en de interviews die de afgelopen dagen zijn gemaakt, komen die mensen met ideeën en oplossingen en suggesties. Maar dat wordt niet geluisterd. Worden die ideeën en die suggesties wel meegenomen of worden ze letterlijk aan de kant gezet? Want ik bedoel van, we weten best wel, of we hebben best wel heel veel intellectuelen hier op Wageningen. We kunnen het zelf, we kunnen het persoonlijk ook aan met de steun van de overheid. De overheid. Ik bedoel van, een heleboel vragen we niet. Ja. We vragen alleen maar om gezien te worden. En ja, want kijk, ik zeg het omdat ik het zelf inzie. Op dit moment heeft niemand tijd en aandacht voor Wageningen. Maar ik denk volgend jaar, 2025, dan zien ze Wageningen echt, zien ze Wageningen echt staan, zien ze de gemeenschap van Wageningen, moet ik zeggen. Maar ik hoop echt dat Wageningen echt wakker wordt en zich niet meer laat misleiden en misbruiken. Weet je, we moeten echt gaan staan en laten zien dat we staan. We zijn wel Surinamers. Want het lijkt alsof we niet tot Suriname behoren. Dat gevoel geeft de rest van Suriname ons. Terwijl we het zelf wel aankunnen. Dus, oké, hartelijk bedankt voor dit interview, Naomi. Wij gaan, we hebben ook net met iemand anders gesproken, maar die wilde niet op beeld. Jennifer Naomi, maar goed. En die zei, hij heeft ook een voorstel gedaan, maar is ook niet naar geluisterd. Dus ja. We gaan het ook weer aankaarten bij NCCR. Wat ik door Wageningen van gemeenschap wil zeggen is, pap, we moeten het zo behouden. En lekker, hoe moet ik het zeggen, ja, verder strijden. Dank je. Zo is dat. Dankjewel, Jennifer. Goed, we hebben net gesproken met Jennifer. Mensen, ik heb het toen ook vorige keer in mijn programma gezegd. 5 februari was dit aan de hand. 22 februari zijn ze geweest van minister van Volksgezondheid en minister van Defensie. Lijkt mij ietsje te laat. Meneer Sleen gaat zeggen, ja, het zou kunnen. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen ook verantwoordelijkheid nemen. En durven toch toe te geven dat ze misschien te laat zijn begonnen. Het hebben onderschat. Geeft helemaal niks. We gaan verder in Wageningen. Ik moet echt zeggen dat ik er last van heb. Dat had ik niet gedacht, terwijl het weer zo hangt. Maar mijn ogen beginnen ook al. Dus ik zie u waarschijnlijk later wanneer we verder rijden. Ciao, ciao.